We spelen vandaag de quiz met Mathé. Mathé, welkom. Dankjewel. Je kent de spelregels? Ja. Je hebt 60 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden en je tijd gaat lopen na het stellen van mijn eerste vraag. Okay. Heel veel succes. Dankjewel. Welke keeper met Zuid-Afrikaans paspoort speelde bij Ajax en Heerenveen? Hans Vonk. Klopt. Wie was er trainer bij Ajax toen Miralem Soleimani werd gekocht in 2008? Koeman. Fout. Marco van Basten. In 1971 won Ajax zijn eerste Europa Cup 1. In welk stadion was dit? Geen idee. Wembley. Voor welke club speelde Kenji Molenaar zijn meeste wedstrijden? Ajax. Feyenoord. Voor welke Ajax-speler is er het meest betaald in een binnenlandse transfer? Soleimani. Klopt. In welk jaar speelde Ajax zijn eerste Europa Cup 1 finale? 71. 69. Welke huidige selectiespeler van Ajax heeft een nichtje die tweede is geworden bij de Voice of Holland? Geen idee. Florian Josefsson. Hoe heet de trainer die Johan Cruijff liet debuteren in het eerste van Ajax? Michels. Vic Buckingham. Sjaak Zwart heeft de meeste duels voor Ajax gespeeld. Maar welke buitenlander heeft de meeste duels voor Ajax gespeeld? Søren Lerby. Ja, Søren Lerby. Die scoorde de beslissende 1-0 voor Ajax in de Europa Cup 1 finale van 73. Cruijff. Johnny Depp. Gerald Sibon speelde eerst bij Ajax en daarna bij Heerenveen. Bij welke Engelse club speelde hij tussendoor? Pas. Nou, je mag het nog zeggen. Ik weet niet. Doe een gok. Aston Villa. Sheffield Wednesday. Nou, Mathé, dat ging niet heel hard, hè? Nee. Hoeveel denk je dat je er goed hebt? Een stuk of drie, geloof ik. Een stuk of drie. We kijken even naar de jury. Ja, drie stuks. Helaas. Matig. Niet in de top 5, maar wel bedankt voor het meedoen. Ja, graag gedaan.